De Amsterdamse AIX staat de afgelopen dagen wat onder druk. Veert nu weer ietsjes op. We noteren rond de 348 punten. En op de korte termijn zijn wij negatief. Met name als de AIX onder de 348 punten kan blijven, zou er een milde terugval verwacht mogen worden naar de 343 tot 338 steunzone. Daarvandaan zal de AIX dan gaan draaien. En wij verwachten dat we deze zomer zelfs naar de 374 punten kunnen gaan. Eén voorwaarde hebben we wel. Dat we boven de 359 punten moeten uitbreken. Dat is de top van dit jaar. En als we die uitnemen zal de trend gaan versnellen. En dan gaan we door naar 374 punten. En dat is de top van februari 2011. Zoals gezegd, we hebben momenteel twee fondsen die in het oog springen. Eén koopkandidaat en één verkoopkandidaat. ING is bij ons een verkoopkandidaat. En dat met name vanuit technisch perspectief. Het fonds is onder de €5,80 gekomen. En dat is een verslechtering van de technische trend. En daarmee zou het aandeel verder kunnen gaan verzwakken. Waarbij de koers terug mag naar de €5 rond. Zoals u in de grafiek kunt zien. Dus op korte termijn denken wij dat ING even een stapje gaat terugmaken. Aan de andere kant hebben we ook een koopkandidaat en dat is Philips. Technisch gezien ligt hij er prima bij. We hebben wel wat weerstand momenteel, dat ziet u ook terug in de grafiek. Maar op de lange termijn, de komende 6 maanden, verwachten wij een versnelling van de trend richting €27. Met name wordt dat fundamenteel gevoed. We hebben natuurlijk gezien dat in de afdeling Medical de afgelopen jaren het niet heel goed ging in die sector bij Philips. Nou, men stelde allerlei orders uit. Dus dat betekent dat er nu toch een extra stroom aan orders bij Philips binnenkomt. Wat Philips ook zelf aangeeft dat het er goed uitziet. En daarom verwachten wij de komende 6 maanden dat Philips een van onze toppers kan worden. En dat die door kan schieten richting €27. Dus, conclusie. Korte termijn mag de AIX nog even terugvallen. 3,43, 3,38. Mooi punt om in te stappen. ING zou daarmee wat harder kunnen dalen dan de beurs zelf, richting €5. En een dipje kan je aangrijpen om Philips te kopen voor een verwachte stijging naar €27.